Ik hoor helemaal niks als die aan kan draaien. Het zal toch niet zo'n hybride auto zijn of een elektrische? Dat is apart. Zo. Ja, ja. Hebben hun weer. Je kan bepaalde dingen aan de auto wel voorbereiden dat je meer plezier hebt tijdens de rit en met minder pech staat. Een kartenbeschermingsplaat bijvoorbeeld. Dat is ik kan dat laten zien hier. Deze plaat hiervoor, dit is een kunststof plaat. Nou ja, als je natuurlijk opvliegende stenen hebt, die worden door deze plaat afgeketst en die vliegen niet in de motorruimte, waardoor ze allerlei dingen kunnen beschadigen. Hier moet even een paar nieuwe rubbers in, die zijn even gescheurd. En scheurende rubbers wil je natuurlijk niet. Ik ben nu de aandrijflijn even aan het controleren. Eigenlijk alle draaiende en bewegende delen onder de auto, ja, die moeten gewoon in goede conditie zijn. Want we gaan toch 12.000 kilometer in een zeer korte tijd rijden. Dus we willen natuurlijk zo min mogelijk reparaties moeten doen onderweg. Dus alles wat van tevoren gedaan kan worden, dat scheelt weer voor de pret in Amerika. Dan zal ik even de rest van het elektrische systeem controleren. Oké. Er zitten wat draden in tegenwoordig. Dat ziet er allemaal prima uit. Check.